welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen. Ik ga de nieuwe Bronze Away collectie van Catrice testen. Ik was aan het rondhangen op Boozy Shop toen ik deze collectie zag. Het is een vrij kleine collectie, maar ik vond hem wel echt heel mooi. Het heet de Bronze Away collectie en het is ook echt een hele bronzy collectie. Het heeft allemaal te maken met mooie bruine, warme, glowy, gouden tonen. Het heeft allemaal te maken met de zomer en zo. Dus het sprak me echt totaal aan. En het is Catrice, dus het is ook lekker betaalbaar. Dus ik heb gelijk de hele collectie besteld bij Boozy Shop. En ik wist gewoon zeker dat jullie geïnteresseerd zouden gaan zijn in deze collectie. Ook heb ik een aantal DM's gekregen met of ik deze collectie wilde reviewen. Maar ik had hem al gelijk besteld. Dus ja, we gaan hem gewoon vandaag reviewen. Ik ben er weer super enthousiast over. Ik hoop jullie ook. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Kijk even hoe mooi deze collectie eruit ziet. Allemaal groen en goud kleurtjes. Echt, I love it. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Zoals je kunt zien, foundation, concealer, contour en dat soort dingen. Het enige wat ik nog niet heb gedaan is bronzer en blush en zo. Want dat zit in deze Catrice collectie. Oké, deze hele collectie zijn make-up producten. En er zit 1 make-up kwast bij. En we gaan beginnen met de make-up kwast. Dit is de Catrice Bronze Away to Face and Body Brush. Dit is dus een hele grote soort van kabuki kwast voor je gezicht en je lichaam. Ik gebruik dit soort kwasten altijd alleen maar voor mijn lichaam. Altijd wanneer je mijn huid kunt zien, mijn borst, mijn schouders of whatever, dan breng ik altijd een body glow aan. En daarvoor gebruik ik altijd zo'n grote kwast. De kwast die ik gebruik is deze van mijn oude kwastencollectie. Die is ook echt helemaal vies zoals je kunt zien. Maar ik was wel toe aan een nieuwe body kwast. Dus toen ik deze zag, ik dacht die ga ik bestellen. Oh, dus zit hieronder een plasticje. Het ziet er echt heel mooi uit. Hij was ook super goedkoop. Hij kost slechts 6 euro. Terwijl dit soort kwasten zijn meestal echt best wel duur. Ik vind hem er echt prachtig uitzien. Zo heel mooi goud. Hij ziet er heel luxe en chic uit. Hij voelt ook lekker zacht aan. Oh my god. En ik denk dat ik hiermee mijn body glow ga aanbrengen. Ik heb ook een hele grote body en face bronzer. Alleen die ga ik niet gebruiken voor mijn lichaam. Want daar is hij echt te licht voor. Dus ik ga deze gewoon gebruiken met mijn bodyolie. De bodyolie die ik altijd gebruik is van Sol Beauty. Dat is van Colourpop. En ik heb hier de Shimmering Dry Oil in de kleur Soft Gold. Even een beetje schudden. Deze gebruik ik echt altijd. Als je ziet dat ik zo hier helemaal glowy ben, dan heb ik deze gebruikt. Hij is zo groot. Oh my god. Hij voelt echt super lekker aan. Oké, in ieder geval, ik ga deze olie aanbrengen. En dan gewoon hiermee een beetje zo insmeren. Wow, dit is echt veel fijner en handiger dan de kwast die ik normaal gebruik. Deze is een stukje groter en hij is ook rond, waardoor hij meer oppervlakte pakt tegelijk. Dan ben ik wat sneller klaar. Je kunt ook helemaal niet zien dat hij vies is, want hij is gewoon helemaal donker. Ik ga meer aanbrengen. Ik breng altijd echt superveel aan. Ik ben altijd gewoon 1 grote glitter. Ook hier zo goed bij mijn schouders. Je zou hem ook kunnen gebruiken voor je gezicht, maar daar vind ik dit soort kwasten altijd niet zo fijn voor. Want ze zijn altijd echt veel te groot. Dus je kunt dan niet echt secuur werken. Maar voor je lichaam is dit echt ideaal. Ik heb hier gewoon een muggenbeeld. Kijk even dit jongens. Super lelijk. Dit handvatje hier is ook echt heel erg fijn. Je kunt hem echt zo lekker vastpakken. Ik vind het echt de fijnste bodykwast ever. Oh jongens, kijk even hoe mooi deze glow is. Oeh, I love it. Ja, deze kwast is zeker goed gekeurd. Vooral voor die lage prijs jongens. I'm very, very impressed. Dan heb ik ook een oogschaduwpaletje. Dit is het Catrice Bronze Away 2 Eyeshadow Palette. De verpakking ziet er echt prachtig uit. Hij komt gewoon zo binnen. Hij heeft dus geen buitenste verpakking. Want dit is al gewoon gelijk het paletje. En het ziet er echt prachtig uit. Kijk ook even die binnenkant. Heel mooie bruine kleurtjes met 1 fel blauwe kleur. Ik hoop echt dat de kwaliteit van dit paletje goed gaat zijn. Want dan zou die echt geweldig zijn. Kijk al die mooie bruine tinten. Dit is echt heel erg mooi voor een mooie bronze look. Het paletje voelt een beetje zacht aan. Het voelt een beetje apart aan ofzo. Het zijn matte en glanzende kleuren. Dus je kunt hier echt een aantal volledige looks mee creëren. En de hele collectie is vegan en cruelty free. Ook handig om te weten. En we krijgen ook een spiegel. Dat vind ik altijd echt zo fijn. Ik vind het altijd heel fijn als er een spiegel in zit. Dus ik wil vandaag met dit paletje een hele mooie draagbare look maken. Ik wil ook echt een draagbare look maken. Want in de afgelopen video's heb ik een heleboel heftige looks gemaakt. En vandaag wil ik gewoon
gewoon een mooie, soft, bronzy, draagbare look maken. Gewoon echt een look die ik zou maken als ik iets ga doen. Dus we gaan eventjes inzoomen op de lippen. Ik heb al geprimed met concealer, dus die stap kunnen we overslaan. Ik ga beginnen met een beetje mosterdachtige kleur hier. Die breng ik aan met een hele grote fluffy kwast. Booty Shop UP21. Dit is een grotere fluffy kwast dan dat ik normaal zou gebruiken. Maar dat is omdat ik het gewoon lekker smoky wil maken. Dus vandaar. En ik trek het lekker door zo naar buiten. Wauw, dit is echt een hele heftige mooie kleur. Dan pak ik deze beetje rood-bruine matte kleur hier. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 kwast. Dit is een iets kleinere fluffy kwast. En dan ook weer in mijn arcadeboog. Ik zie wel dat online op Boosty Shop dit paletje is uitverkocht. En het highlighter paletje is ook uitverkocht. Maar ik hoop dat ze er weer zijn als deze video online gaat. En als ze er nog niet zijn, deze collectie is als het goed is ook te koop bij de Kruidvat. En als hij er nog niet is bij de Kruidvat, dan komt hij binnenkort ook daar. Dan pak ik deze donkere bruine matte kleur. En die ga ik met een platte fluffy kwast aanbrengen. Dit is van de Coca-Cola collectie van Morphe. En die breng ik dan zo aan in de buitenste ooghoek. Oké, die kleur had wel iets donkerder gemogen. Die twee kleuren van net waren echt geweldig. Ik was gewoon eventjes vergeten dat ik met een heel goedkoop paletje aan het werken was. Zo goed brachten die aan. Alleen nou zie ik dat deze kleur een beetje pigmentatie mist. Dat vind ik wel jammer. Maar hopelijk is hij een beetje opbouwbaar. Dan kan ik hem tenminste nog opbouwen. Dan pak ik deze bruine glanzende kleur. Ik pak die gewoon zo op met mijn vinger. Deze ziet er echt heel mooi uit. En dan breng ik die zo aan over mijn hele ooglid. Kijk hoe mooi deze kleur is. Wauw, ziet er echt prachtig uit. Dan ga ik ook nog in met deze donkere bruine glanzende kleur. Omdat dit een review video is, wil ik zoveel kleuren als ik kan gebruiken. Die pak ik ook op met mijn vinger. Die is volgens mij iets minder glanzend. En die breng ik zo een beetje ernaast aan. Ja, die is ook heel mooi. Die is wel iets minder glanzend, maar nog wel echt heel erg mooi. Het is gewoon een beetje een andere formule. Dan pak ik weer deze donkere matte kleur. En dan ga ik die weer hier een beetje aanbrengen in de hoeken. En dan een beetje inblenden met de glanzende kleurtjes. Jongens, I love it. Kijk even hoe mooi dit is. Wauw. Op de onderste wimperrand wil ik blauw gaan aanbrengen. Ik ga eerst in met dit blauw oogpot een loodje van Makeup Studio. Dit is in de kleur turquoise. En dit potloodje breng ik aan in de hele waterlijn. En dan ga ik in met deze blauw glanzende kleur. En die kleur ga ik dan aanbrengen op de hele onderste wimperrand. Wel jammer dat die kleur niet mat is, maar maakt niet uit. Het is wel echt een hele mooie blauwe kleur. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Ik heb nou echt bekant elke kleur in dit paletje gebruikt. Dus ik kan goed vertellen wat ik van het paletje vind. En ik vind het echt een toppie. Vooral voor die lage prijs. Slechts 8 euro voor heel dit paletje. Kun je echt een hele mooie look creëren. Het enige wat ik iets minder vond, was dat ik deze donkere bruine kleur niet donker genoeg vind. Maar voor de rest is hij echt top. Je alles blendt gewoon goed mee. Je kunt er echt een hele mooie look mee maken. Het zou ook echt prachtig zijn om deze blauwe kleur aan te brengen zo over je hele ooglid. Echt, echt heel erg mooi dit. Het is ook een beetje een dupe van het Urban Decay Wild West palette. Die kleuren lijken een beetje op elkaar. Maar ik vind dit echt helemaal toppie. I love it. Oké, dan ga ik even de ooglook afmaken. Eyeliner, mascara, nep wimpers. En dan kom ik zo bij. Oké, jongens, daar ben ik weer. De ooglook is helemaal af. Ik vind het echt, echt een fantastische look. Ik heb deze bruine liquid ink eyeliner gebruikt van Essence om een hele mooie bruine wing te maken. En de nep wimpers die ik op heb zijn Fair Flash van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boosty Shop. De mooiste wimpers ever, obvious. Want ze zijn van mij. Ik heb ze gecreëerd. Ik heb 3 verschillende wimpers gecreëerd te koop bij Boosty Shop. Dus neem zeker even een kijkje als je mooie wimpers zoekt. Nou, gaan we verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Ik heb deze hele grote face and body bronzer. Alleen in dit highlighter paletje zit ook een bronzer. Dus ik denk dat ik ze allebei wil gaan gebruiken. Maar ik ga beginnen met deze grote. Dit is het Catrice Bronze Away to Matte Face and Body Bronzer. Je kunt hem dus gebruiken voor zowel je gezicht als je lichaam. Of je kunt ermee contouren. Ik denk dat het inderdaad een goede contourkleur is. Er was maar 1 kleur van deze bronzer. Er is maar 1 versie. En hij lijkt echt best wel licht. Het is echt een hele lichte bronzer. Hij ziet er wel heel mooi uit. Ik denk dat het echt alleen maar geschikt gaat zijn als je echt een lichte huidskleur hebt. Ik vind het wel jammer dat ze maar 1 kleur hebben gedaan. Ik bedoel van, er zijn nog meer verschillende huidskleuren. Doe dan op zijn minst 3 kleuren. Licht, medium en donker of zo. Maar dit is echt heel erg licht. Ik ga even zien of ik er een beetje mee kan contouren. Ik gebruik een kwast van Makeup Studio, de 02 kwast.
En dan pak ik gewoon zo'n klein beetje. En dan breng ik het gewoon zo'n klein beetje hier aan. Ik heb al gecontoured, alleen niet met poeder. Ja, dit maakt het wel iets heftiger. Maar het is niet echt wowie of zo. Nee, je kunt het echt bijna niet zien. Oh my god. Ik zie het wel een klein beetje. Het heeft het hier wel iets heftiger gemaakt. Maar nee, ik denk niet dat ik dit kan gebruiken, jongens. Het is echt gewoon te licht. Straks wordt ook mijn hele gezicht grijs. Als je een te lichte kleur gebruikt, dan wordt je gezicht grijs. Dat wil je al helemaal niet. Dus ja, ik weet niet, jongens. Ik heb niet echt een mening over de bronzer, want ik kan hem niet echt gebruiken. Nou ja, laat ik maar gewoon verder gaan met dit bronzer en highlight paletje. Dit is het Catrice Bronze Away Baked Bronzing and Highlighting Palette. Dit is dus echt een heel mooi paletje met zowel highlighters als een baked bronzer. Een baked bronzer is een glanzende bronzer. De verpakking lijkt heel veel op het oogschaduwpaletje, alleen is die iets groter, zie je dat? Dit ziet er van binnen ook weer echt heel erg mooi uit. Het is echt een heel mooi bronzie paletje. Ik denk ook dat het echt prachtig zou gaan zijn op het lichaam. Dus dat ga ik zeker ook proberen. Wauw, dit is echt heel erg mooi. Ik ga even een paar kleuren swatchen. Ik heb alle vier de kleuren hier op mijn vinger. Heel erg mooi. Deze twee kleuren hier zijn een beetje bronzie. En deze twee kleuren hier zijn een beetje lichte highlight kleurtjes. Dus je hebt voor ieder wat wils. Wauw, deze in het goud is zo mooi, denk ik, voor het lichaam. Ik ga de kleur hier beneden gebruiken als bronzer. Ik denk ook echt dat dit ook echt de bronzer is. En dan ga ik even mijn gezicht een beetje hiermee bronzen. Ik ben nooit echt een hele grote fan geweest van baked bronzers. Want ik vind het niet mooi als een bronzer glanst. Omdat hij dan te veel huidtextuur laat zien. Maar ik moet zeggen dat ik dit op zich wel mooi vind. Het geeft een hele mooie subtiele glow zonder echt too much te zijn. Zie je dat? Dat vind ik wel mooi. Ja, het is echt wel een hele subtiele bronzer. Er komt niet heel veel pigment van af. Er komt gewoon een hele mooie lichte bruine soort van glow vanaf. Dus als je dit wilt gebruiken als bronzer, weet wel dat het niet een heel heftig effect heeft. Het heeft een heel subtiel effect, maar ik vind het wel echt heel erg mooi. Dan ga ik highlighten. Ik denk dat ik deze lichte kleur hier ga gebruiken. Tenminste voor mijn gezicht. En ik denk dat ik zo meteen die donkere kleur gebruik voor mijn lichaam. Wauw, kijk even hoe mooi. Jongens, dit is echt een prachtige highlighter. Hij is ook helemaal niet te licht voor mijn huidskleur of zo. Ik vind hem echt heel erg mooi. Oké, dan het lichaam. Wat ik altijd doe is dus eerst die bodyolie aanbrengen overal. En dan ga ik in met een highlighter op mijn sleutelbeen en bij mijn schouders. En ik ga hiervoor deze bronzie glanzende kleur gebruiken om het een beetje bronzie te houden. Wauw, dit is echt mooi. Oh my god, jongens. Jongens, ik ben echt obsessed met dit paletje. Oh my god, kijk hoe mooi glowy ik helemaal ben. Oh, I'm so excited. So excited. Ik vind het echt zo mooi. Het was ook echt geweldig geweest als hier een blush in had gezeten. Dat was echt top geweest. Echt een mooi paletje. I love it. Echt fantastisch als je houdt van een mooie glowy finish. Ik ga heel even ook een blush aanbrengen. Ik ga deze UNG Baked Blush aanbrengen in de kleur True Terra. Is een hele mooie, beetje oranje, peachy glanzende blush. Oké, dan ga ik ook even snel een lipkleurtje aanbrengen op mijn lippen. Ik ga dit lippotloodje gebruiken van Nabla in de kleur nummer 5. En deze Too Faced Lip Injection Lip Gloss van de Teddy Bear collectie. En als laatste een spray. Dit is de Catrice Bronze Away Hydrating Fixing Spray. Oké, dit is dus een hydraterende fixing spray die ervoor gaat zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. En ook gelijk je gezicht hydrateert. Nou, dat is top. Nou jongens, hij sprayt echt heerlijk. Heel erg fijn. Hij ruikt ook een klein beetje naar kokos. I love it. Wauw, en zie ook hoe hij mijn gezicht zo mooi hydrateert. Echt amazing. En dan zijn we helemaal klaar. Dit was de hele Catrice Bronze Away collectie. Ik vind dat ik er echt amazing uitzie. Helaas ga ik vandaag niks doen. Dus ik zie er nou helemaal zo mooi uit voor niks. Maar zodra ik weer iets ga doen, dan ga ik echt deze producten gebruiken. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het heel erg mooi. Ik vind mijn lichaam ook echt heel erg mooi. Zo die glow, mijn gezicht. Alles aan deze collectie was gewoon fijn. Vooral dit bronze en highlight paletje. Als je houdt van highlight en glow, is dit echt het paletje voor jou.
jou. De Fix & Spray is ook heel erg fijn. Het paletje voor de ogen is ook echt een fijn paletje. Hele mooie kleurtjes. De kwast is ook echt toppie. Deze kwast echt amazing, jongens. Vooral voor die lage prijs. Het enige wat ik dan niet per se aanraad is deze bronzer. Hij is er ook maar in één kleur. En ik denk, ja, als je een lichte huidskleur hebt, je kunt hem dan eventueel proberen. Maar als je huidskleur ook maar een tikje donkerder is, dan zou ik hem al gewoon niet halen. Haal maar gewoon dit paletje en dan heb je ook gewoon een mooie bronzer erbij zitten. Maar al met al vind ik dit echt een hele, hele leuke Catrice collectie. Let wel op, deze collectie gaat wel weg, maar hij zal er nog wel eventjes zijn nou, want hij is er pas net. Maar het is wel een limited edition lijn. Dus als je hem wilt, shop hem snel bij Boozy Shop of in de Kruidvat. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Let me know beneden in de reacties wat jullie van de video vonden. Van de make-up look, van de collectie. Gaan jullie de collectie ook aanschaffen? Let me know. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!